Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. En ik neem jullie vandaag mee tijdens de Facebook Live uitzending van de Woonark aan de Soestdijkse Kade 1068. Ja, velen van jullie zullen het wel weten. Ik ben geboren op het water. Ik woon mijn hele leven op een woonark. En ik kan jullie vertellen, als je eenmaal een woonark gewend bent, dan wil je nooit meer wat anders. Hoe komt dat? Nou, je woont midden in de stad. Je hebt eigenlijk geen last van buren. En dat is toch wel een heel erg fijn iets van een woonark. Je kan de muziek zo hard zetten. De eendjes, de zwanen, de meerkoeten, daar heb je eigenlijk het meeste last van. Zeker in paringstijd. Ik neem jullie mee tijdens de bezichtiging. We gaan in eerste instantie zo meteen even voorkijken. Ik ga proberen zoveel mogelijk dingen te vertellen over het wonen op het water. Mochten jullie vragen hebben, stel ze tussendoor. Ik probeer ze te beantwoorden. En anders doe ik dat achteraf. We gaan van start. Ik ga jullie meenemen. En ik laat jullie alvast heel eventjes nog de buitenkant zien. De woonark is gelegen tegenover het Zuiderpark. Lekker breed water. En een groen uitzicht. Maar moet ik wel even omswitchen, want anders blijven jullie mij zien. Dat gaat niet helemaal goed. We gaan naar binnen en ik laat jullie straks nog eventjes de buitenkant zien. We gaan even via de woonkamer gaan we even naar de voorzijde van de woonark. Daar ga ik ook even iets over vertellen. De woonark is gelegen in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Dat is betaald parkeren na 6 uur tot 12 uur 's nachts. Uiteraard krijg je als bewoner een parkeervergunning en een bezoekerspas. Nou, mijn auto staat netjes voor de deur. Naast de makelaardijactiviteiten zijn we ook actief op het gebied van hypotheken en verzekeringen. En zeker met woonarken is dat best wel heel belangrijk. Ook daar ga ik straks nog wat over vertellen. De voorzijde van de woonark. Met aan de linkerkant zien we een unit staan van de airconditioning. Dat is de airconditioning voor de woonkamer en er is ook nog een unit voor de slaapkamer. Het is toegestaan om de kade in gebruik te nemen. En dat betekent dat je de 3 meter vanuit de woonark, en dat is tot die stippellijntjes hier zo. Even kijken of je ze kan zien. Tot deze stippellijntje, tot de woonark, mag je de kade in gebruik nemen over de hele lengte. Het is wel zo dat op het moment als je die kade in gebruik neemt, en in gebruik nemen dat noemt de gemeente, er een hek omheen zetten, dan ga je daar precario rechten voor betalen en dan betaal je 11 euro de vierkante meter per jaar. En op het moment als je daar een tafel neerzet, stoeltjes, maar niet iets vast, dan betaal je daar niks voor. Een voorbeeld, je mag hier op de kade mag je een berging neerzetten, een berging van 2 bij 3. 6 vierkante meter en betaal je dus 66 euro per jaar aan de gemeente. De voorzijde van de woonark. En je ziet dat aan de rechterkant is een stukje een verhoging. Dat komt omdat er later een drijvers aan vastgemaakt zijn en de woonark verlengd is. En daar is dus een fijne extra kamer voor gekomen. We gaan naar binnen. Nou, veel vragen die ik altijd krijg met woonarken van, joh, hebben jullie gewoon gas, water, elektra? Ja, dat hebben we allemaal. Het enige wat anders is dan met een woonhuis, is dat de woonarken aangesloten zijn op de riolering. Dat zijn de woonhuizen natuurlijk ook wel. Alleen het afvoerwater moet de riolering ingepompt worden met een woonark. Nou, de woonkamer. Vanuit de woonkamer heb je dus direct toegang met een deur tot het terras. Het is een open woonkamer. Ik probeerde eigenlijk te zeggen, het is een open keuken die in de woonkamer gelegen is.
eenvoudig vierpits gas, overtje. In ieder geval ruimte nog voor een vaatwasser. Die kunnen we hier kwijt. Kunststofblad. Woonarken zijn natuurlijk niet zo heel hoog. Ik denk dat we hier een 210, 215 hebben. Misschien ietsje hoger. Het leuke van een woonark is dat het hout-skeletbouw is. En dat betekent dat de balken van het plafond, die lopen van de ene kant naar de andere kant. En dat betekent dat je eigenlijk alle tussenwanden eruit kan halen. Dus als je de wand van de keuken eruit wil hebben, dan kan dat. Als je de badkamer kleiner wil maken en de slaapkamer groter, dan kan dat. Al die tussenwandjes die je hier ziet, die kunnen heel eenvoudig verwijderd worden. Zodat je een woonark naar eigen indeling, naar eigen smaak kan inrichten. Zoals in dit geval is de badkamer behoorlijk groot. Met een lichtbad erin. Het toilet. Op zich keurig betegeld. We hebben een aansluiting voor de wasmachine. Die zit hier in de badkamer. Een wastafel en een ruime hoekdouche. Maar zou je zeggen van, joh, ik wil een kleinere badkamer en een grotere slaapkamer of een apart toilet. Ja, heel simpel om gewoon de wandjes te verplaatsen. Elektra. Aardlekschakelaars. Het ziet er goed uit. We komen in een soort tussenkamertje, een soort inloopkast. Met aan de linkerkant een compacte slaapkamer. Prima als kinderkamer. En hier is gewoon echt een hele grote ruimte waarbij je allemaal kleding en dergelijke kan opbergen. Er zit een vrij nieuwe cv-ketel in. Uit mijn hoofd 2017 of 2018. In de brochure staat alles compleet. Dat was 2017. En hier zien we een verhogingje. Woonboten zijn normaal gesproken altijd gelijkvloers. Maar hier zie je een kleine verhoging. En dat komt door de aanbouw. Dit gedeelte van de woonark is aangebouwd. En dat betekent dat je nu hier twee kamers hebt. Maar als je zou willen, kan je hier ook prima één hele grote slaapkamer van maken. Dus ja, het is in te delen zoals u zelf wilt. Het is veel lichtinval. We hebben hier nog een deur naar het balkon. Eigenlijk via de loopplank kan je dan het terras weer bereiken. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Nogmaals, ik woon mijn hele leven op mijn woonark. Ik kan alle vragen beantwoorden. In de aanbouw hier zit een laminaatvloer. Eigenlijk door de hele woonark is die voorzien van een laminaatvloer. Zoals bekend heeft ons kantoor een fantastisch goede hypotheek- en verzekeringsafdeling. En zeker op het gebied van woonarken is dat wel heel belangrijk. Het is uitstekend mogelijk om een woonark te financieren. Wij kunnen dat prima voor u regelen. Het is alleen wel zo dat je bij een woonark altijd 10% eigen geld nodig hebt. Als u een woonhuis koopt, kunt u 100% financieren van de getaxeerde waarde. En dankjewel Judith voor je vraag. Ik kom er zo meteen op terug. Op het moment dat je een woonark koopt, dan kan je maar 90% van de getaxeerde waarde financieren. Dat betekent dat je altijd 10% eigen geld nodig hebt. Het voordeel is wel dat je geen overdrachtsbelasting hebt. Dus de 10% eigen geld heb je ook een 10% lagere hypotheek.
Soms zijn de lasten wel iets hoger, omdat de woonark, de hypotheek bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén gedeelte voor de ligplaats en één gedeelte van de woonark. En de ligplaatsgedeelte moet altijd in 20 jaar afgelost worden in plaats van in 30 jaar. Dus dat betekent dat je lasten wel iets hoger zijn, maar je krijgt dan ook een fantastisch uitzicht en heel veel vrijheid. Nou, Judith stelde de vraag van hoe is de woonark bevestigd? Ja, ik ga ervan uit dat het goed bevestigd is. Dus dat hij niet wegdrijft, maar dat kan een bouwkundige mag dat wat mij betreft altijd bekijken. Casco's kan je gewoon heel goed koppelen, dus ik ga ervan uit dat dat gewoon goed gekoppeld is. Het zijn zowel beide casco's is van beton. En dat is wel weer een hele belangrijke en ook een hele goede vraag van Judith van Rijn. Je hebt twee soorten woonarken, stalen casco's, betonnen casco's. En mocht u een woonark willen kopen, ga altijd voor een beton casco. Waarom? Een staalkasco moet om de 7 tot, zo ongeveer 7 jaar, moet hij naar de helling toe. Ja, dat lijkt heel leuk met je hele hebben en houden verhuizen. Maar per saldo geeft het heel veel stress en je vakantiedagen gaan eraan. Plus het feit, als hij op de helling ligt, dat je altijd maar moet afwachten wat er allemaal gevonden wordt. Een casco, een betonkasco, heeft in principe geen onderhoud nodig. Alles wat onder water ligt, dat kan sowieso niet aangetast worden, omdat het geen zuurstof bij kan komen. De waterlijn zal je altijd wel een beetje in de gaten moeten houden. Maar in principe gaat een betoncasco honderden jaren mee. En dit casco is van 1963, dus daar verwacht ik absoluut geen problemen mee. Ik stond alweer bijna buiten, maar misschien ook nog even handig van ja, hoe werkt zoiets dan met een... je hebt met een woonark, ik weet niet, ik doe nu het kruipluik open. Je komt dus eigenlijk in de kelder van de betonnen bak. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Maar het is een kruipruimte van een centimeter of 70. En het voordeel daarvan is dat je alle leidingen dus weer onder de vloer door kan doen. En dat maakt het heel makkelijk om leidingen te trekken. Welke vragen krijg ik nog meer? Nou, tijdens de bezichtigingen krijg ik vaak de vraag van, joh, is het niet koud op een woonark? Nee, absoluut niet. Het is sowieso niet zo heel erg hoog. Dat betekent op het moment dat je de kachel aanzet dat het snel warm is in huis. Uiteraard hebben we gewoon centrale verwarming zoals in een woonhuis. En de truc is eigenlijk dat tijdens de hele zomerperiode het water opgewarmd wordt. En op het moment dat het dan winter gaat worden, dan wordt de woonark eigenlijk van onderuit wordt die verwarmd, omdat het water warmer is. Ver in de winter, eigenlijk weer in het voorjaar, dan begint uiteraard het water koeler te worden. Maar op het moment dat dan even de zon weer in de woonark staat, dan is het ook weer lekker warm en heb je ook de verwarming weer niet nodig. Dus het is absoluut niet koud in een woonark. Een andere vraag natuurlijk van... kan je een woonark, de verzekeringspremies, ja, die zijn iets hoger. Kijk, je loopt met een woonark altijd de kans dat je een lekkage krijgt. Nou, dat kan in een woonhuis ook, dan hebben vaak de buren hebben daar last van. En wat hier gebeurt is dat dan het water in de kruipruimte komt. Op zich helemaal niet erg. Mits je er niet allemaal troep in hebt liggen. Op het moment als er een keer een leiding lek raakt, ja, dan zal de woonark wat gaan zakken. En hij gaat pas zinken op het moment als niemand het door heeft. Je hebt slimme watermeldingssystemen heb je. Maar de verzekeringspremie is wel wat hoger. Even kijken. Linda die stelt als vraag in de omschrijving staat dat de ligplaats €600 per jaar kost. Geeft het dan aan dat het in 20 jaar afbetaald is? Nee, dat zijn twee verschillende dingen, Linda. Je betaalt aan de gemeente, betaal je een lichtgeld. En dat is die €600 per jaar. Dat is een zogenaamde precario-rechten. Er is wel iemand heel enthousiast aan het typen, maar volgens mij aan het kloppen. Maar volgens mij gaat mijn afspraak zo meteen pas. Dat lichtgeld, dat betaal je jaarlijks aan de gemeente. En de hypotheek... Van de ligplaats, die los je af in 20 jaar. Nou, de eerste mensen staan al te kloppen. We gaan vanmiddag een groot aantal bezichtigingen doen hier op de Soestdijkse Kade. Mocht u interesse hebben voor deze woonark,
bel naar kantoor. We gaan kijken of we misschien zaterdag een mogelijkheid hebben om een bezichtigingsafspraak te doen. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Mocht u naar aanleiding van deze video vragen hebben, bel me gerust. Mijn telefoonnummer is 070-448-3160. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet tot ziens.